Zo! Je bent super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En in deze video heb ik weer twee leuke incidenten voor jullie klaarstaan. Het eerste incident krijg ik een melding van een steekincident. Ik ga ter plaatse en tref daar twee voertuigen aan. Ter plaatse rijdt een G-Wagon weg. En daar begint eigenlijk de achtervolging. Hoe dat afloopt, dat zien jullie. En het volgende incident is op Blokkenpark, waar heel Blokkenpark helemaal in de hand staat. En Jan Klomp op de grasmaaier zit te maaien en die is ontploft ofzo. En daar is één grote brand ontstaan. Maar hoe dat ook allemaal afloopt, dat zie je ook in deze video. Voor nu vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ook even te abonneren. Dat zou ik super tof vinden en op prijs stellen. En laten we ook gewoon eens even een keer een like goal doen. Laten we gewoon gaan voor die 500 likes. Gaan we gewoon proberen, dus like even. Ik doe nooit een like goal in een video, dit is de eerste keer. Dus dit is een unicum, sla dit op, doe er wat mee. Nee, dat is ook onzin. Maar voor nu weer genoeg geluld. We gaan nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Ben je met ons zesde plaatsen, rijdt een E-klasse. Ik weet er nog één zijn, ik zat er één op de... Welkom in Inspitter nog één. Ja, de G-Wagon rijdt inmiddels op het strand, Palomino Avenue. Hij rijdt echt op het strand zelf. Ik kan alleen via de harde paden achtervolgen. Ja, 06 Ster heeft helemaal crash met de G-Wagon, postcode 307. De situatie? Ja, ik kreeg net een melding van een steekincident. Eenmaal te plaatsen onder de twee voertuigen. De G-Wagon reed gelijk met de hoogste snelheid weg. Dus ik ben gaat rennen. Achteraan gaan. Ren. Kom maar zo bij u nadrogen. Ik ben aan rijden. Mag even staan blijven! Stoppen, vriend! Daar staat op naam van Henk Bino. Ja, staat momenteel in een Lamborghini Urus. Stond ook op die locatie. Rijden Acuja Street. Gaan we terug achteruit richting Domino's over. Domino's gepasseerd, Palomino Avenue, Noordoosten richting over. Gezien. We zijn bijna ter hoogte van de kledingwinkel Palomino Avenue over. Aangesloten. We gaan rechts af de South Rockford Drive op, Zuidoosten richting over, vlak bij de plezierhaven. Zijn sterren ook aangesloten hoor. Ja, sport, mochten jullie weer aanwijzingen nodig hebben, word ik gevraagd over. Moet een ster takkie. We zijn rechts afgegaan, we gaan de snelweg op over. La Puerta Freeway, noordelijke richting over. En naar de 401 met de... Ja, inmiddels Olympic Freeway, oostelijke richting, de hoogte van de Chinese Carlin nu over. Zie je die afslag zo dadelijk op te doen? Ja, we zijn nu ter hoogte afslag. Lijkt hem door te rijden. Ja, rijdt definitief door over. Okay.
gaan nog steeds de Olympic Freeway oostelijke richting over. Ik weet dat nog inkomt van nu al, als ik er nu nog tegen het patiënt ben. Dat kan misschien. Ja, sport over. Oh, het komt een poging doen om even stil af te snijden. Hey, gast, kunt u graag een keer komen? Ik ben op zoek naar mijn wand en als ik die uren zijn ze in de winkel op te steunen. Middels nog steeds Palomino Freeway, middels gaan we richting de gevangenis ook. We genereren onze. Dat had ik al zo'n vermoeden van over. Ja, voeder draait om, rijdt de gevangenis terug zuidelijk richting Hein. Ja, 06 zit er nog achter, hij schroeft de snelheid er nu een beetje op, rond de 180 km per uur over. Loopt weer ook een OBR'tje over. Ik heb niks gedaan. Jorn, waarom heb je het hier in de fik gestoken? What the fuck gebeurt? Holy shit. Zo! Oh! Nee! Wow! Oh! Nee, ja, ja! What the fuck gebeurt hier? What the fuck? Wat is dit? Stop, help me alsjeblieft! Oh nee! Rick! Oh nee! Willem, pak je hand! Wat je ervan krijgt! Ja, wat... ja, Willem is toch al klaar met... Maat, dat. Hoezo gaat deze brand niet uit? Nee, 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 nee! Wat? Ah! Ah! Au! Arresteer hem, rustig, rustig, ik heb je geholpen. Oh, nee, als je ze nodig hebt. Waar is de brand weer, jongens? Waar is de brand weer? Teletubby heuvel is going down. Waarom ging je überhaupt in de fik? Ik heb geen idee, ik wilde gewoon het fucking gras maaien en Willem gaat moeilijk doen. Ja, maar ik... Dit is niet Willem zijn fout. Ik denk dat hij jou van die trekker had. Oh, maar jij was inderdaad, Malte. Maar Wim, ik moet het gras hier maaien van de gemeente. Wat doe jij? Dat kan nu niet meer, want het is verbrand. Een hele gras maaien. Dat is wel lekker, maar... Hoe niet? Oh my days. Willem! Leeft Willem nou nog? Heeft iemand een verbandje? Is hij nou bij... Oh. Nee! Jorn! Jorn, jij hebt wel een verbandje. Nee. Wat meen je? Nou, ik geef EMBO verlenen bij Willem. Heb jij een verbandje? Ik kan het hem vergeven.
Willem. Hey. Oh. Hey, jij bent botten van steen, hè? Ja, dat is ook zo. Hoe is het met Willem? Oh! Oh. No. Wat de hel? Hij doet wel heel overdreven. Ja, inderdaad. Poesie. Echt poesie. Jorn, je helpt hem. Echt een droeftoeter. Nee, ik laat hem rotten. Hey, what the fuck, man? What the fuck, man? Nu moet je grote mel houden. Een lelijke aap. Ja, kom dan. Kom dan, jongen. Kom dan, gaan we stoer doen. Gaan we stoer doen. Ik sta heel de ring door, hoor. Oh, laat jij me alle hoeken van blokpak zien, zeker. Ik ben Rieke Voeven. Ah, hier hoor, slap, boy. Jongens, laat die beste man nou gewoon even lekker zijn gras maaien. Ik probeer hier mijn gras te maaien. Oh, hij lekt benzine. Hij lekt benzine, kijk uit. Kijk uit, hij lekt benzine. Als niemand iets aansteekt, gaat er nog niks ontploffen, lijkt me. Nou, hij is nu van Willem. Een heel lichtelijk vonkje doet al genoeg.